Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort. Is er altijd nog die ene en die roept, kom maar aan boord. Want er is een hart vol liefde, pak die uitgestoken hand. Voor het meisje dat blijft denken, alles gaat bij mij steeds mis. Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord. Is er altijd nog die ene en die roept, kom maar aan boord. Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Kom niet naar de varen, kom aan boord. Doe dood aan de kant, want er is een hart.
Goedemiddag allemaal. Hey, kijk. Jullie doen het goed. Helemaal goed. Mooi dat jullie er zijn in deze aangepaste dienst. Dit is ook de afsluitende dienst voor de aangepaste catechisatie. Wie zit er allemaal op de aangepaste catechisatie? Kijk. Mooi zeg. Of vereniging. Ja. Goed dat jullie er ook bij zijn. Ja. En jullie hebben het er al over gehad, geloof ik, over het thema, hè? Op de laatste catechisaties. Helemaal goed. Hey, wat valt jullie op als je zo in de kerk komt? Boppen. Waar? Daar. Oh, nee joh. Wat doen die poppen daar? Weet ik veel. Ja, ze staan, ze gaan trouwen. Ja, dat hoorde ik ook, ja. Daar was ik niet op voorbereid. Ze gaan trouwen, ze zijn mooi aangekleed. Ja, tenminste, die vrouw vind ik heel mooi aangekleed. Vinden jullie dit ook mooi? Oh. Ja, ja precies. Het is wel een beetje gek hè, als je in de kerk komt en er staan van die mooie poppen in de kerk. Ja, maar dat heeft te maken met het thema vanmiddag natuurlijk hè. Het gaat erover, en ik ben bij jullie geweest, bij sommigen van jullie van de week. Het gaat erover dat we allemaal mooi zijn. En waarom zijn we mooi? Omdat de Heere God ons mooi heeft gemaakt. Hè? Het thema is lief, mooi, mens. En daarom gaat het vanmiddag net als altijd over de Heere God. Hè, want Hij is de allerbelangrijkste in ons leven. We kunnen geen moment zonder de Heere God, toch? Nee. Nou, en daarom gaan we eerst ook even stil worden en dan gaan we denken aan de Heere God. Als het kan, mogen jullie nu gaan staan. Je mag ook blijven zitten, maar als het kan, mag je ook gaan staan. Er is genade. En vrede voor jullie allemaal. Van God, die onze Vader is. En van de Heer Jezus, die voor ons gestorven is aan het kruis. Door de Heilige Geest, die woont in ons hart. Nou, jullie zijn al een beetje ingezongen volgens mij. We stonden in de hal en we hoorden jullie al zingen. Prachtig. En we hebben een mooie band hier, hè? Ja, en een mooie sterrenzangeres, hè? Ja, helemaal top. En Gerlinde, die zou gebaren maken bij het eerste lied, geloof ik, hè? Ben je groot of ben je klein? Ja, kom je ook op het podium? Dan gaan we dat lied met elkaar zingen. Tussenin, God houdt van jou. Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin, God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet, God. Groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt.
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin? God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. God houdt van jou, hij is vol liefde. God houdt van jou, hij is vol liefde. God houdt van jou. Goed zo, mooi. Nou, de kop is eraf, hè? Zeg, zullen we samen gaan bidden nu? Naar de Heere God toe gaan in gebed, hè? Heere God, dank u wel dat we hier mogen zijn in deze feestelijke dienst. Dat we samen blij mogen zijn voor u, omdat u van ons houdt en voor ons zorgt. Omdat de Heer Jezus voor ons wilde sterven aan het kruis. Wie we ook zijn, hoe we er ook uitzien, u houdt van ons, u bent vol liefde. Dank u wel dat we samen mooie liederen over u mogen zingen. En ook mogen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en naar een preek. Dat we ook allemaal dingen aan u mogen vragen straks in het tweede gebed. Dingen waar we afgelopen week al over nagedacht hebben. Helpt u ook de mensen die een taak hebben in deze dienst? Als ze mogen zingen of iets mogen voorlezen. Geef dat het allemaal goed mag gaan, dat we niet te zenuwachtig zijn. En geef vooral, Heere God, dat we door deze kerkdienst nog meer van u gaan houden. Want u bent de allerbelangrijkste in ons leven. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Nou mag Ina naar voren komen, die mag een gedicht voor gaan lezen. Okay. Mooi mens zoals je bent, gemaakt van oprecht en puur, met je hart zo vrij, vol liefde en vuur. Laat niemand dat lichtje in je doven. Blijf onvoorwaardelijk, vol liefde in je eigen kracht geloven. Lief mooi mens, wat ik je wens is een glimlach op je gezicht en een leven in het licht. En we gaan nog weer zingen. God kent jou vanaf het begin. Ja, mooi. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij. Om en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet
jou, jij houdt van jou en mij. God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Henk, jij mag gaan lezen. Ja. Verhaal over Esther. Ik weet niet wat anders is. Zou ik vast houden of zo? Ja. Esther, de mooie koningin. In het land Perzië woont een heel mooi Joods meisje. Ze heet Esther. Esther heeft geen vader en moeder meer. Daarom zorgt haar pleegvader Mordecai voor haar. Op een dag kloppen er bedienden van de koning op de deur. De koning zoekt een nieuwe koningin, zeggen ze. Daarom zoeken we in het hele land naar een mooi meisje, zodat de koning er eentje uit kan kiezen. Omdat Esther zo mooi is, willen we haar graag meenemen naar het paleis. Daar zullen we goed voor haar zorgen. Ze krijgt hele mooie kleren en ze mag elke dag in bad. En ze mag net zoveel lekkere zalfjes en parfums gebruiken als ze wil. Mordecai vindt het goed, maar hij zegt tegen Esther: de mensen in het land houden niet van de Joden. Daarom mag je tegen niemand zeggen dat je een Joods meisje bent. Esther belooft het en dan gaat ze mee naar het paleis van de koning. Een jaar later wordt Esther bij de koning gebracht. Hij vindt haar prachtig en hij wordt meteen verliefd op haar. Zo wordt Esther de nieuwe koningin. Heel mooi, Henk. Dankjewel. Ik mis alleen de pointer, Jan. Nou, de eerste dia kan er alvast op. Wat een verhaal, hè? Wat vind je daar nou van? Mooi. Mooi, ja? Goed zo. Hey, en ben je jaloers op Esther? Zij werd eruit gepikt, hè, omdat ze kennelijk een heel mooi meisje was. Dankjewel, Jan. Zij werd eruit gepikt omdat ze een heel mooi meisje was. En ze kreeg een schoonheidsbehandeling. Zo noemen ze dat, hè? Een hele goede schoonheidsbehandeling. Ze krijgt hele mooie kleren. Ik denk elke dag dat ze wel weer wat nieuws aan mocht trekken. Nou, dat is gaaf, toch? En ze mag elke dag in bad. En ze mag net zoveel, dat heeft Henk net al voorgelezen, net zoveel lekkere zalfjes en parfums gebruiken als ze maar wil. Je zult maar een meisje zijn. Zou je dan niet jaloers zijn? Nou, ik heb het aan een paar van jullie gevraagd begin van de week, toen ik bij jullie was. En de meisjes moesten er wel een beetje om lachen, hoor. En soms zeiden ze, nee, dat hoef ik helemaal niet. En groot gelijk, want je bent allang mooi, hè? Je hoeft jezelf echt niet mooier te maken dan je al bent. Dat denken mensen vandaag vaak wel, hè? En dan doen ze heel erg hun best om zichzelf mooier te maken. Maar is dat nou nodig? Nee, hè, is niet nodig. Sterker nog, je zou zomaar kunnen denken dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Anders hoef je jezelf niet mooier te maken. Hè? Nou, dat is onzin. Je bent wel goed genoeg. Want de Heere God heeft jou gemaakt. En dus ben je mooi. Punt uit. Aan de andere kant, het is toch ook wel leuk om een keer mooie kleren aan te trekken, vind je niet? Wie heeft dat gedaan voor vanmiddag? Wie heeft hele mooie kleren aangetrokken?
Zijn er een paar die even op het podium durven komen om het te laten zien? Ja, kom maar hoor. Dan gaan wij eens even kijken. Jij ook? Kom er maar bij. Dan gaan we even laten zien hoe mooi jullie eruit zien. Kijk eens aan. Dan mogen jullie naar de gemeente kijken en dan kunnen ze heel goed zien hoe jullie eruit zien. Lukt het? Zal ik jou even helpen? Kom maar. Kom maar. En dan mag je die kant op kijken, dat de gemeente je allemaal goed kan zien. Wat vinden jullie? Zien ze er mooi uit? Ja, hè? Prachtig mooi. Ja. Dat vind ik ook. Heb je niet voor niks gedaan. Want het is feest in de kerk. Ja. Nou, dan mogen jullie weer gaan zitten. Zal ik jou even vasthouden zo? Heel goed dat jullie even kwamen showen, want zal ik je ook even helpen? Doe maar. Je bent zo chic aangekleed. Prachtig, man. En toch denk ik, zou Esther er nou blij mee zijn geweest? Het was een schoonheidswedstrijd, zou je kunnen zeggen. Wie is het mooiste meisje van het land? Nou, dat steekt er alleen de vinger op. Heel goed. Maar ik weet niet of Esther daar nou zo blij mee was. Die denkt misschien, ik heb er helemaal geen zin in om daar aan mee te doen. Huh? Laat me lekker. En haar oom, Mordecai, die vond het zelfs een beetje gevaarlijk. Je moet tegen niemand zeggen dat je een Joods meisje bent, zei hij. Kennelijk zou er dan wat ergs kunnen gaan gebeuren. Hey, als Esther niet opviel, dan hoefde ze nergens bang voor te zijn. Maar ja, nu kwam ze op het podium, zeg maar. Iedereen zou naar haar kijken. Ja, dan val je wel op, hè? En al die mensen daar bij de koning, die hielden niet van de Joden. Die hielden niet van de mensen die in God geloven. Dus als ze zouden ontdekken, hé, maar die Esther, die gelooft in de Heere God, ja, dan kan ze er nog zo mooi uitzien, maar dan zouden er misschien wel hele slechte dingen met haar gaan gebeuren. En misschien ook wel met al die andere mensen die in de Heere God geloofden. Dus Esther, mondje dicht, hè? Niks zeggen, hoor. Maar zou de Heere God dat niet weten? Zou die niet voor Esther zorgen? Ik denk dat de Heere God ervoor gezorgd heeft dat Esther mee zou doen aan die schoonheidswedstrijd. Want de Heere God wist dat er iemand een keer een plannetje zou gaan bedenken om alle Joden dood te maken. Dat is erg. En de Heere God dacht, maar dat mag niet gebeuren. Dus ik heb iemand nodig die daar een stokje voor steekt. Iemand die zelf ook in de Heere God geloofde. En waar de koning dan heel erg verliefd op zou zijn. Kijk, als je eenmaal verliefd op iemand bent, dan wil je natuurlijk niet dat er iets ergs met zo iemand gebeurt, hè? Dat is nogal wiedes. Dus dat had de Heere God heel mooi bedacht. Zo doet hij dat altijd, ook met jullie, ook met ons. Ook als er soms iets moeilijks gebeurt, met jou of met mij, dan denkt God echt niet, oh, nu gaat alles fout. Dat denkt de Heere God niet. Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Dat denken wij wel eens, hè? Maar de Heere God niet. De Heere God heeft altijd weer een oplossing. Want hij is de echte koning. Hé, maar als hij de echte koning is, een beetje gek misschien om dat te zeggen, maar dan is hij zelf eigenlijk verliefd op Esther. Hij houdt van Esther, zou je kunnen zeggen. Hij houdt van al die mensen die in hem geloven. Daar wordt de Heere God zo ontzettend blij van. En dan geeft hij jou en mij ook een schoonheidsbehandeling. Wist je dat? Beetje gek, hè, met die kleerhangers en die spiegel in de kerk. Maar je zou kunnen zeggen, de Heere God, die geeft jou ook nieuwe kleren. En dat is ook wel nodig. Want wij zijn mooi gemaakt door hem. We zien er misschien mooi uit, mooie kleren. Maar alle dingen die wij doen, zijn die altijd zo mooi? Of doen we soms ook wel dingen die helemaal niet mooi zijn? Denk het wel, hè? Ik in ieder geval wel, hoor. Dan baal ik weer van mezelf.
Heb ik iemand verdriet gedaan? Ben ik lelijk tegen iemand geweest? Of ik ben niet eerlijk geweest? En weet je wat de Heere God dan doet? Dan geeft Hij jou dus nieuwe kleren. Kleren die wel mooi zijn. Kleren van de Heer Jezus. En als Hij dan naar jou kijkt, dan ziet Hij eigenlijk de Heer Jezus. Dat is mooi. En jij mag ook elke dag in bad bij de Heere God. Gek, hè? Maar Hij wil jou helemaal schoonwassen van allerlei dingen die niet zo mooi waren in je leven. En dat zie je eigenlijk al bij de doop. He, als er een kindje gedoopt wordt, dan gaat er een beetje water over dat hoofdje, dat weten jullie wel. Om dat babytje te wassen. Zijn de papa en mama dan vergeten om dat kind in bad te doen? Is het zo dat de dominee denkt, oh, dat kind stinkt een beetje, dan moet ik gauw even wat water op doen? Nee, hè? Daarvoor is het niet. Maar we weten dat zo'n babytje straks ook dingen gaat doen die niet zo mooi zijn. En dat wil de Heer er allemaal van afwassen. Dat is mooi. En waarom kan dat? Omdat de Heer Jezus ervoor gestorven is. Eigenlijk zouden jij en ik straf moeten krijgen. Omdat wij allemaal dingen niet goed gedaan hebben. Maar de Heer Jezus heeft aan het kruis gehangen, hè? Dat weten jullie wel. En Hij wilde dat ook. Hij heeft de straf voor ons gedragen. Wie is dan een lief mens? Wie is nou een mooi mens? Dat is de Heer Jezus eigenlijk, hè? Maar jij bent het nu ook. Als jij van de Heer Jezus houdt. Als jij bij de Heer Jezus wil horen. Vind je dat niet fijn? Wie weet van jullie wat de naam Esther betekent? Jij weet. Esther is dat Goliath. Goliath, ja, dat zou kunnen. Iemand anders? Jij? Liefdevol, dat vind ik al, dat komt al in de buurt. Lief, mooi mens, dat is eigenlijk wat Esther betekent. Maar nog korter, als je nou Esther hebt, en je haalt de E er even af, dan heb je ster. Esther. Esther betekent ster. Grappig, hè? Ja, Esther betekent ster. En de Bijbel zegt dat wij allemaal sterren zijn als wij bij de Heere God horen. Dat we dan allemaal mogen stralen. En wanneer zie je nou het beste de sterren? Als de zon schijnt, zie je dan de sterren goed? Tuurlijk, als het 's nachts is, als het donker is. Ja, logisch. Maar dat betekent dus, als het donker is, zeg maar, als er heel veel mensen niet in de Heere God geloven, als die allemaal geen mooie dingen doen, dan val jij heel erg op als jij wel goede dingen doet. Als jij wel bij de Heere God hoort. En dat Hij je dan schoonwast en steeds weer die nieuwe kleren geeft van de Heere Jezus. En hoef je dus niet bang te zijn, zoals Mordechai tegen Esther zei, van joh, zeg maar niks. Laat maar niet merken dat je gelooft. Jawel, je mag het gewoon laten merken. Want dan gaan andere mensen ook iets zien van de Heere God. En dan gaan zij misschien ook wel in Hem geloven. Nou, zo kunnen jullie stralen als sterren. In de donkere nacht. Daar word je nog veel mooier van. Misschien kun je dat helemaal niet voorstellen. Ik kan helemaal niks goeds doen. Ze zitten niet op mij te wachten. Ik kan niks. Misschien denk je dat wel eens. Anderen kunnen het veel beter. Ik durf niet op het podium te gaan staan. Nou, dan ben ik zeker niet zo goed. Jawel hoor. Ik heb nog een ander beeld. Weet je, je bent niet alleen een ster. Je bent ook een parel. Ja, dat zegt de Bijbel ook. Dat de Heer Jezus een parel vond. En die vond hij zo mooi. Ging hij alles verkopen, want hij wilde die parel hebben. Hij ging er zelfs voor sterven aan het kruis. Zo graag wilde hij die parel hebben. En die parel, dat ben jij. Ook al zie je het zelf niet. Ook al zeggen andere mensen tegen je dat je lelijk bent. Of dat je niks kunt. Want, ja, wat is een parel? Wie weet dat? Ja, inderdaad. Ja, Peter? Buiten
Ja, een parel in Gods hand. Ja, precies. Ja, hier heb ik een plaatje ervan. Een parel, dat is eigenlijk dat steentje of hè, dat juweeltje, zeg maar, wat in die schelf zit, hè? Die groeit in de schelf van een oester, zo noemen ze dat. Die kun je eigenlijk kopen bij de juwelier, een hele chique zaak. Dus dan is het iets heel moois, zo'n kraaltje. Een kostbaar kraaltje. Alleen, als die schelp nou dicht zit, vind je die schelp nou zo mooi? Nee, niet zoveel bijzonders, toch? Die parel zit verstopt in die hele grote schelp. Hè, dat heet een oester. Nou, die ziet er helemaal niet zo mooi uit. Nou, zo kijken mensen misschien ook wel naar jou. Of naar mij. Je kan helemaal niks. Je bent dom. Maar dan kijken ze alleen maar naar de buitenkant, hè? Als je deze schelp open doet, dan zie je ineens iets prachtigs. Nou, dat ben jij. Onthoud dat maar goed. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Dat is ook wel leuk, maar de buitenkant, daar gaat het niet om. Nee, wie jij bent als mens. Als iemand jou beter leert kennen, zeggen ze, oh, wat ben jij... Dat is fijn om bij jou te zijn. Wat kun je mooi zingen? Of wat kun je mooie dingen zeggen? Of kun je mooi tekenen? Of hè, wat ben je lief of aardig? Dat. En het allerbelangrijkste, dat is hoe de Heere God naar je kijkt. Dat is het allerbelangrijkste. En daar gaan we ook van zingen. Weet dat je van waarde bent. Ja, weet dat de Vader je kent. Weet, en Peter zei het al, weet dat je een parel bent. Een parel in Gods hand. Zullen we dat gaan zingen? Goed zo. Vader je kent, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oer. Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard. Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer echt nooit. Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ik heb altijd pech, ik ga maar weg. Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom. Mijn blouse zit onder de spaghetti mix, ik kan ook niks. Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn. Al zegt mijn broertje steeds, wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij. Ik weet dat de Vader me kent, ik weet dat ik van waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand. Er komt nu de geloofsbelijdenis.
Dat doen we ook altijd 's middags in de kerk. Dan zeggen we dat we in de Heere God geloven. En we gaan er ook iets van zingen. Als we die geloofsbelijdenis hebben gehad, dan gaan we zingen. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. En de mensen die willen en kunnen, die mogen gaan staan. En probeer maar goed te luisteren en te denken, oh ja, dat geloof ik ook. Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die alles gemaakt heeft. De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Bethlehem. Die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na 3 dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen, als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen. Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil. Dat wij straks een nieuw lichaam krijgen. En dat we altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was, ben jij met mij om me helpen. Ik was gevangen, nee, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Ja, begin van de week was ik bij jullie, bij Sprank, bij Onwegers, bij Sherpa. En toen hebben we het al een beetje gehad over deze diensten. En ik heb er ook gevraagd van waar willen jullie voor bidden? Nou, dat heb ik allemaal opgeschreven. Ik kan het allemaal niet zo goed onthouden. Maar ik hoop dat ik alles straks noem dat je denkt, oh ja, daar hebben we het ook over gehad. Heel mooi dat jullie erover nagedacht hebben. En nu gaan we samen de handen vouwen en gaan we tot de Heere God bidden. Heere God, we danken u dat u van ons houdt. En dat u altijd voor ons zorgt. Ook als het soms moeilijk is, als we u niet begrijpen. Als er dingen gebeuren dat we denken, ja, waarom gebeurt dat nou? Dat we mogen weten dat u een plan met ons hebt. Zoals u dat ook had met Esther. Heere, dat wij een parel mogen zijn in uw hand. Zo bijzonder. Dat we mogen stralen als de sterren in de donkere nacht. Dat de mensen mogen weten dat wij bij u horen.
Heer, en dan bidden we ook voor deze wereld. We willen in ieder geval ook bidden voor Oekraïne. Die vreselijke oorlog die daar steeds nog aan de gang is, Heer. Dat de oorlog moet stoppen. En Poetin die moet stoppen, Heer. We bidden dat er vrede op aarde zal zijn. U kunt daarvoor zorgen, wij niet. We willen bidden voor de moeder van Cor, die al oud is en soms ook dingen vergeet. Heer, wilt u dicht bij haar zijn? Dat ze mag merken dat u haar helpt en dat u ook Cor helpt. We willen u ook vragen dat de vader van Dirk niet verder achteruit gaat. Ook hij begrijpt niet alles meer, is soms ook dingen vergeten. Heer, maar wilt u ook voor hem zorgen? We bidden voor de vader van Margriet Hopman, die dementie heeft. En de moeder is nog thuis, Heer, wilt u voor hen zorgen? We denken aan de oma van Vincent, die al oud is. Wilt u ook goed voor haar zorgen? Heer, en de moeder van Grietje, die gaat verhuizen naar de haven. Dat is best wel spannend. Heer, wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan? En dat ze daar een fijne plek mag hebben? Dat ze zich er gauw thuis mag voelen? We bidden ook voor de moeder van Sjaak, die ook al heel oud is. Die heeft laatst een heup gebroken. Dat is heel verdrietig. Dit heel veel pijn. Dank u wel dat het weer wat beter gaat. Geeft u dat het weer goed komt, Heer? We denken ook aan de moeder van Peter, die al in de hemel is. Heer, wilt u ook voor haar zorgen? Voor alle mensen in de hemel. En dat doet u, dat geloven we. We denken ook aan de zus van Leo, Ria, die is overleden. We denken aan Erik van der Groep, die is overleden. En die gisteren begraven is. Die we ook vaak wel goed kennen. Die ze goed kon fluiten altijd. Heer, wees ook met de mensen die daar verdriet over hebben. Wilt u ze troosten? We willen ook bidden voor Jaëla. Jaëla gaat achteruit. En Gerlinde maakt zich wel wat zorgen erover. Geef dat de familie van haar mag weten dat ze met hun verdriet bij u, Heer, mogen komen. Dat u, de Heere God, hen troost met liefde. Gerlinde wil ze graag een hart onder de riem steken, vader. Dank u wel dat u ook voor Gerlinde zorgt. Dat ze een nieuwe baan heeft, waar ze mee mag beginnen op 22 april of 23 april. Maar heel snel al. Wat fijn is dat voor haar. Daar is ze heel blij mee. We vinden het jammer dat Margriet Muis weggaat bij de mast. Het is altijd moeilijk als iemand, een begeleider, dan weer weggaat. Heer, dan ja, moeten we die weer laten gaan en we waren juist zo blij ermee. Heer, maar help ons daarbij en wilt u ook voor Margriet zorgen als ze straks weg is. We willen ook bidden voor een neef van Henk de Graaf, die samen met zijn vrouw een kindje verwacht. En Henk wordt dan oud-oom. Wilt u geven dat dat kindje gezond mag zijn, gezond geboren mag worden. En dat Henk er ook blij mee mag zijn, dat hij de trotse oud-oom mag zijn. Heer, zo bidden we voor allerlei dingen in ons leven. En misschien zijn er nog wel andere dingen waar we nu aan denken, Heer. Maar ook als wij het niet zeggen, u weet precies waar we aan denken. En wilt u ook daarnaar luisteren. We bidden ook voor Henk, die op 24 april een nieuwe heup krijgt. Wilt u ook alles daar weer goed mee maken? Heer, dank u wel voor alle mensen die in deze dienst mogen zijn. En dat we met z'n allen zo'n mooie dienst mogen hebben. Dat we fijn kunnen zingen. Dat we mogen horen over u, dat u van ons houdt. Dat u een plan hebt. Heer, wilt u ook straks bij ons zijn? Nog na de dienst, dat we het nog gezellig mogen hebben in de hal. En ook als we dan weer naar huis gaan. Heer, dat u ook dan voor ons zorgt. Dat we merken dat u bij ons bent.
En dat u ons iedere keer weer wil helpen. We mogen alles tegen u zeggen. Wat is dat fijn. Wilt u ons gebed verhoren? Heere, dat bidden we om Jezus wil. Amen. Ja, nou gaan we de collecte houden, zoals het heet. En dan heb ik een vraag, hè. Wie wil nou graag even helpen met de diakenen? Kijk, er zijn er gelijk al een paar. Kom maar naar voren. Daar ook? Ja. We hebben 4 diakenen, dus we kunnen in ieder geval 4 mensen gebruiken. Maar als er meer zijn, kan het ook nog. Helemaal goed. Als de diakenen ook even gaan staan, dan kunnen jullie even verdelen wie bij wie gaat. Kijk, daar staat een diaken. En daar staat een diaken. En daar iets verder achter, zie je dat? Hé, kijk, daar staat ook nog een diaken. Mogen jullie allemaal even iemand opzoeken? Even kijken, wie gaat er bij deze meneer staan? Ga jij daar naartoe? Ja? Waar ga jij bij staan? Daar achteraan? Bij Adrie? Ja? Nou, kom maar. Goed zo. Nou, dan komt dat helemaal goed. En jullie gaan wat doen tijdens de collecte, of niet? Ja. Thank you.
leuk, man. Je kan het allemaal lezen. Dat is goed, daar kun je mooie muziek van maken. Echt super. Dankjewel. Ja. Heel erg mooi. Loof de Heer mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Ja. We gaan nog één lied samen zingen. Dat is Abba Vader. En als je kan, mag je weer gaan staan. Vond u het een beetje een mooie dienst? Ja? Goed zo. Nou, de dienst is wel bijna voorbij. Ja, jammer hè. Ja, zou er nog een hele tijd door kunnen gaan. Heb ik van de week ook wel gemerkt. Als jullie eenmaal aan het zingen zijn, dan ga je gewoon door. Ja, heel fijn is dat. En dan merk je ook dat de Heere God heel dichtbij is, hè. Dat is zo mooi. Maar jullie mogen straks nog als doelgroep naar de hal gaan. Want er is geloof ik wat lekkers. Wat de dagbesteding heeft gemaakt voor jullie. Ja? Dus we mogen u daar nog naartoe. En, weet je wat ook mooi is? Jullie kunnen straks op de foto. Echt waar. Mette, die heeft, volgens mij, hè? Mette gaat foto's maken. En met een hele mooie lijst om je heen, een mooie gouden lijst hebben ze gemaakt. En dan krijg je een hele mooie foto. En die kun je dan mee naar huis nemen. Dus dat is wel mooi, hè? Dus er is nog genoeg te doen straks. Nou hebben we nog één ding hier te doen. En dat is dat we de zegen van de Heere God krijgen. Dat betekent dat hij goed voor ons wil zorgen. Ja, zullen we daarnaar luisteren? De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest is er voor u en voor jullie allemaal. Jezus is de goede herder.
mij veilig naar de stal. Als je s'avonds niet kunt slapen, als je bang in donker bent, denk dan eens aan al die schapen die de Heer bij naam kent. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stad.